Jan Smit, Stefan Schiel, tafelheer, Arie Boomsma. Dit is De Wereld Draait Door. Ja, vorige week zaten hier door de zangeressen Sabrina Stark en Miss Montreal aan tafel. En misschien is het vandaag dus wel wat kort daarop. Maar de agenda's van onze beste muzikanten laten zich moeilijk dresseren. En we wilden de kans niet voorbij laten gaan om deze twee heren samen te presenteren in een nieuwe aflevering van De Wereld Draait Door Recordings. Onze hommage aan de American Recordings van Johnny Cash, waarin artiesten kaal, unplugged, liedjes van hun helden zingen. Vanavond meestergitarist Stefan Schiel en Jan Smit. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Aan het begin altijd even een buiging naar de grote meester zelf. Johnny Cash, zijn jullie gek op die platen, die American Recordings? Ken jij ze, Jan? Ik ken ze niet allemaal, maar ik kan er wel heel erg van genieten. Ja, met één been in het graf zingt hij de mooiste liedjes uit zijn leven eigenlijk, hè, van de anderen. Ken jij ze twee van, of niet? Ik heb er een aantal dingen van gehoord, ja. Lang niet alles, zoals ik eerlijk ben. Ja, Simon & Garfunkel tot Depeche Mode. Klein stukje van Depeche Mode van de American Recordings. Johnny Cash. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Ja, het is een geweldige stem. En hij inspireert ons zeer. En het wordt steeds mooier en mooier. De catalogus wordt dikker en fraaier. Stefan, ik begin met jou. Welke artiest ga jij zingen? Welke held van jou breng jij hier in ode? Prince. En Prince is een grote held? Ja, klopt. Je bent ook in de recensies, de eerste recensies die er van jou verschenen, ben je ook eigenlijk vaak met hem vergeleken? Klopt, ja. Eigenlijk een beetje een soort van onverwachts. Want toen het album uitkwam, of iets daarvoor eigenlijk, werden er al vergelijkingen getroffen. Ondanks dat ik niet zo heel veel wist van wat Prince uitspookte, dus dat was wel apart. Maar ja, goed, je zit hier nu aan tafel met een akoestische gitaar, maar als we jou met een elektrische gitaar zien, dan heb je ook wel de moves, zou ik maar zeggen, van de Prince, hè? Dat is ook per ongeluk, hoor. Katachtig. Ik heb daarna eigenlijk Purple Rain pas gekocht, de DVD, en toen dacht ik ook, ja, dit is wel echt te gek, maar daarvoor, ja, het blijkt, er zijn gewoon een soort van overeenkomsten die ik niet uitgedacht had. Er is een Prince-gen in jou. Een beetje wel. Toch? Ja. Ben je naar de concerten geweest? Hij was hier onlangs. Ja, niet in het Gelderdome. Ik ben naar België geweest, in Werchter. Dus dat was wel echt even... Ja, was het goed? Ja, het was heel goed. Was het steengoed? Ja. Want die laatste plaat, ik geloof niet dat iemand er nog naar luistert, maar... Ik ook niet, hoor. Zijn laatste albums koop ik ook niet of zo. Maar ja, hij kan eeuwig teren op wat hij heeft gedaan. Ja. Dat ben jij een Prince-fan eigenlijk, Jan? Nee, ik heb er eigenlijk weinig mee. Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk een prima antwoord. Ja, je kan niet overal van houden, toch? Nee, zo is het ook zeker. Nou ja, dan even toch geduld, hoop ik, met Stefan. Even een klein stukje... Ik vind het wel mooi, maar het is niet, ik heb er geen platen van, dus nee. Nee, duidelijk. Het nummer is When You Were Mine. Een van zijn eerdere nummers. Even een klein stukje Prince. Dan hebben we een beetje het gevoel waar we het zoeken moeten. Het is live. Een beetje rommelig, hoor, maar dan toch wel een beetje een indruk. Oké, dit is de meester zelf. Voordat je gaat beginnen, Stefan, even kijken wie we tot nu toe hebben gehad. En we hebben het vermoeden dat heel veel collega's van jullie nog gaan komen. Dat vinden we erg leuk. Maar dit is de oogst tot nu toe bij De Wereld Draait Door Recordings. I do believe in a higher power. One that loves us one and all. I've been loving you a long time. Me and my guitar, always in the same room. Hit him like a freight train. So this is Christmas. You can go your own way. I see a true colors, and that's why I love you. Heaven makes you happy. Why the hell are you so sad? Ja, dat waren de voorgangers. Kon ook wel eens een politie aankomen. Toliepje bij Miss Montreal. Moeten we waarschuwen? Ik denk het wel. Ja? Sanne Hans, rustig aan. Kan een poliepje aankomen. Dr. Boomsma waarschuwt. Rustig aan. Maar nu, When You Were Mine, Stefan Schiel. Yo. Another guy.
Dat was Prince. Ja. Ja, het is, ja, nee, als je ernaast zit, is het goed, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Jan, wat ga jij doen? Ik ga een stukje van Bryan Adams doen. Waarom Bryan Adams? Omdat ik mijn eerste playback shows deed met Everything I Do It For You. En omdat ik in de loop der jaren Bryan Adams... Hoe oud was je toen, man? Dat was in 91 of 92, volgens mij. Dus was ik jaar of 7. Ja, ja. Toen was die film net uit, of niet? Dat heeft alles te maken met Robin Hood. Ja. Daar ben ik nog steeds fan van. Van Robin Hood, die film? Ja, deze film dus met Kevin Costner, die heb ik ongeveer 2000 keer gezien. Volgens mij. Heb je hem heel vaak gezien? Ja, ik kijk nog steeds wel eens. 2 keer in een jaar zet ik hem op en dan ga ik gewoon weer op moment. Ja, nou, soms dan is hij weer op tv of denk ik, ja, ik ga hem gewoon nog een keer kijken. Maar omdat ik het liedje vaak draai, dat herinnert me altijd aan die film. Dus en in welke bioscoop zag je die film? In Volendam? Nee, gewoon thuis. Ik heb we hebben gewoon die band toen gekocht. En die heb ik nog steeds. Ik heb inmiddels de dvd ook, maar die band heb ik ook nog. Hier, als je sterren van jouw formaat, die ontmoeten de wereldsterren natuurlijk zo af en toe. Hoe was het, heb je hem vaak gezien? Ik heb hem 2 keer ontmoet. Dit was de laatste keer in de Doelen in Rotterdam. Toen mocht ik even in zijn kleedkamer. Toen zat zijn moeder daar ook toevallig. Zijn moeder? Ja, die had hij mee. Vond je dat een goed teken of een slecht teken? Nee, ik vind het leuk juist dat hij, ondanks zijn drukke agenda, gewoon zijn moeder dan meeneemt op tour. Dat vind ik juist. Dat doet hij niet altijd. Nou, dat lijkt me niet dat ze overal mee naartoe gaan. Zo goed ken ik hem niet. Maar... Oh, verrassend, kom je weer een grote, ruige popster binnen, zit zijn moeder in de hoek. Ja, maar die zien elkaar waarschijnlijk ook niet veel, dus nee, dat kun je beter maar meenemen. Weet hij nog wie jij bent, denk je? Nee, tenminste, ik ga ervan uit dat... ik kom daar binnen en dan zegt iemand van de platenmaatschappij, straks komt Jan Smit. Hey Jan, en dan, ja... Nee joh, hij zit nou in Canada bij The World Keeps Turning en hij zit Jan Smit te doen. Ja, reken maar. When the night disappears and Friends for Life zeker. Nee, oké, we gaan even kijken naar het voorbeeld zelf. En dan val jij in. Jij speelt dan zelf geen gitaar, Marcel Visser zit achter je. Ja, wij doen ook eens een keer een duo. Marcel is mijn bandleider, dus ja, die gaat spelen. Eerst even Bryan zelf. Goed, dit nummer kunnen we dromen. Het is inderdaad een schitterend nummer. Over poliepje gesproken weer. Ja, zou jij ik heb het wel met hem besproken toen. Heb je de poliep besproken? Ja, nou, ik had verteld dat ik geopereerd was. En dat ik me afvroeg of hij nooit eens een keer een check gedaan had. Omdat hij ook een hele heese stem heeft. En? Nou, hij zei dat het prima. Het ging al 30 jaar goed. Dus, ja. Wat is poliep in het Engels eigenlijk? Polyp. Oh, polyp. Jan, zet hem op. Ja. Bryan Adams. Look into my eyes. You mean to me. Search your heart, search your soul. And find me there. You'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Ik dank jullie allen. Tot zover. Tot morgen.